Heb je Ronald Koeman gezien? Heeft een leuke vrouw. Ja, Bettina. Kan goed zingen. Ja. Oh, u zit met koningin Juliana. Ronnie ontmoet koningin Juliana in 1976 op een evenement voor internationale vrouwelijke ondernemers. En het zijn dit soort momenten die ervoor zorgen dat Ronnie er nooit spijt van heeft dat ze geen kinderen heeft gekregen. En dit? Met u? Dat is mijn man. En dat bent u ook? En ik. Prachtig stel. Oh, joh. Iedereen bleef staan. Als u dan dit zo ziet, hè, wat is dan het eerste wat in u opkomt als u dit ziet? Dat zo'n hemd niet meer mode is. Dat is hemd niet meer in de mode. En dan als ze ruikt... Nou, dan komt iets heel romantisch. Maar laat er geen misverstand over bestaan. Ronnie hield met heel haar hart enkel en alleen van haar aard. Ik hou niet van vrouwen die dates hebben met andere mannen. En dat heeft ze nooit gedaan. Ik ben vlot en ik... Ik flirt. Dat hebben ze met mij gedaan. Ja, geflirt. Ik had altijd wel chance. Ja. Zag er ook goed uit. Ik liep in Saint-Tropez, hoge hakken, kleine stapjes. Ik denk, waar kijken de mensen allemaal? Dus ik liep nog met kleinere pasjes en dat liep. En ik zag weer mensen blijven staan. Ik denk, nou, ik zag er best leuk uit, maar ik vond het wel een beetje overdreven. En toen kijk ik achter me, toen liep ze Brigitte Bardot achter me. Echt waar hoor, want ik lieg altijd, maar nou echt niet. Dit is voor u dan... Ja, het is vreselijk, maar Gordon, als ik tegen iedereen ga zitten zaniken, dan komen ze niet meer. En als je natuurlijk zeg maar 25 bent, ja, en je kan niet meer lopen... Nee, dan is dat het is natuurlijk wat anders dan op mijn leeftijd. Ja. Ze mag dan in een rolstoel zitten, maar Ronnie heeft het moderne leven nog niet vaarwel gezegd. Jezus. Mag niet verloren gaan, hè? Geen druppel. Kijk, dat is een goeie... Dit is geen champagne inschenken. Veel te vol. Veel te vol. Oh, jongens, wat lekker. Dit moet het drankje zijn wat in de hemel geschonken wordt. Verrukkelijk. Wat een lekker ding. Het is inmiddels een paar weken later in Sint-Oederode. Waar is mijn vriend? Hoewel ze elkaar niet live hebben gezien, hebben Gordon en Ronnie wel contact gehad. En dat was naar aanleiding van de verschrikkelijke overval die Gordon thuis meemaakte. Ronnie reageerde direct. We zijn verschrikkelijk geschrokken van het bericht. Ik leef zo met je mee. Ik heb dit gemaakt voor jou. Het is misschien na mijn dood, ik weet niet hoeveel waard. En ik denk aan je. Onwijs bedankt dat je zo'n mooi schilderij hebt gemaakt. En natuurlijk wordt het veel waard als je dood bent. Maar voorlopig ga je nog niet dood. Want we moeten het programma nog afmaken, schat. Waar is mijn nieuwe vriendin? Ach, dag, lieverd. Oh, jongen. Mag ik een elleboog zoen van je? Schat. Oh, je mag er twee ook. Lekker. Wat leuk dat je dat hart... Ik heb echt met tranen in mijn ogen heb ik dat ontvangen. En dat staat midden in mijn woonkamer. Op een ezeltje. Oh, ja, echt superleuk. Ja. Luister, we gaan iets heel leuks doen. Want door dat schilderen bracht u me eigenlijk op een idee om dat samen te gaan doen. Ja. Gaan we een kunsthandel opzetten? Ja, zoiets. Maar ik heb een bus meegenomen en daar pas je helemaal in. Oké. Okay. Kijk eens eventjes. Anneke, het testament ligt in het kabinet. Onder in de la. Het is net zo die paardenkarren, weet je wel. Gaat die rechtstreeks naar de begraafplaats. Ronnie, ben je er klaar voor? Adieu. Tot wederzien. Schilderen is een passie van Ronnie, waar ze niet meer aan toe komt nu haar handen permanent verkramd zijn. Hoe werkt dit? Godsnaam. Oh, in godsnaam, ik sta in kerk. Ja, jij hebt dan wel... Ik heb er alleen.
Zal ik deze dan voor u schilderen? Voor mij? Ja. Ja, dan zou ik natuurlijk... Ja, dat doe ik dan. Mijn droom uitkomen. Dat is een stapje natuurlijk wel. Ik neem deze kwast, is die goed? Kijk, er zit nog geen verf aan, hoor. Zit je daar gewoon die kwast in je mond te doen? Dus ze maakt toch lekker ook? Ja, je moet er ook een beetje mee lachen. Ja, vind ik ook. Kijk, je moet zo bedenken dat je... alles wat je niet mooi vindt, of dat je de kleur te hard of wat dan ook vindt... Ja. Dat je dat over kan schilderen. Wordt alleen maar mooier van. Dus niet bang zijn om een fout te maken. Nee, je hebt talent. Een harde jager. Gaan we samen? Langzaam schilderen. Ja. Niet zo dit, dat zo. Wil u de volgende doen dan? Dat zou ik wel doen, ja. Kijk, hou ik hem vast. Kijk uit voor je mooie sjaal, hoor. Kijk uit voor je sjaal. Dit is mooi groen. Prachtig. Mooi, misschien groen, dat is je niet lelijk, hè? Ja, misschien takjes maken. Niet mee bemoeien. Niet mee bemoeien. Of blaadjes. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.